Goedemorgen, het is vrijdag, tijd voor een nieuwe vlog. We hebben hier een beetje te maken met een zieke boeg. Zo waar kun je niet van mij, dat was leuk. Oep. Blijf staan. Want het begon woensdag met Niels, die was echt niet lekker. Die wilde alleen maar op de bank liggen en slapen, nou, dat is niet echt des Niels. En toen woensdagavond werd Eden ook ziek. Dat was echt heel zielig. Want Niels was gewoon niet blij. Maar die was verder niet, hoefde niet over te geven of zo. Maar Eden die had echt overgegeven. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Maar goed. Dus heel wat bedden verschoond. Maar goed, ja, die waren dus allebei ziek. Niels ging gisteren weer iets beter. Maar gistermiddag stortte hij eigenlijk weer in. En zeg maar ook, weet je, wat hij zelf vraagt of hij naar bed mag. Dat zegt echt een hele hoop, denk ik dan. Niels is wel iets, die is echt wel redelijk opgeknapt. Maar Elin niet. Tenminste, ze had gisteren flinke koorts. En nu was het wel iets minder. Dus die gaat wel de goede kant op. Maar die heeft echt nog knalrode wangen. Het is heel verdrietig. Maar ze had dus gisteren steeds alles eruit gegooid, heel weinig gegeten. En nu heb ik er net een hele fles in gekregen. Dus ik ben heel benieuwd of die erin blijft. Ja, dit weekend is het Pasen. Heel gezellig. Gaan we naar mijn nicht toe en haar family, zeg maar. En mijn oom en tante erbij en mijn ouders. Heel gezellig. We gaan paaseieren zoeken. Of dat wil zeggen, de kinderen gaan paaseieren zoeken. En we gaan barbecue. Het wordt geweldig weer, dus het is helemaal top. En morgen ga ik ook iets heel leuks doen. Ik ga met een van mijn beste vriendinnetjes trouwjurkjachten. Trouwjurkjachten, jongens, dit is fantastisch. We gaan naar Nijmegen, naar Wild at Heart. Superleuk. Echt, lijkt me echt een geweldige winkel. En die zit in mijn straat waar ik vroeger gewoond heb. Dus dat is heel leuk. Dus we gaan naartoe. Daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is morgen. Morgenavond ben ik alleen met de kids. Maar het hangt even een beetje af van hoe Elin zich voelt. Of Sven die gaat naar zijn vrienden in Zwolle. Of Niels misschien meegaat en bij opa en oma daar slaapt, want daar slaapt Sven ook. En dat ik alleen met haar ben. Als zij nog ziek is, is dat misschien wel fijn. En dan de zondag Pasen. Niels heeft zaterdag ook nog een kinderfeestje. Maar goed, daar ben ik zelf niet bij, want ik ben dus trouwjurkjes passen. En maandag hebben we gewoon lekker een dagje met gezin. Dus al een heel leuk weekend. Dus ik hoop dat iedereen een beetje opknapt. Mama komt straks. Dag, misschien vragen mensen trouwens af waarom mijn moeder er zo vaak is. 1. Omdat ze geweldig is. maar 2. Omdat ik natuurlijk nog steeds niet goed zelf de kids de hele dag kan tillen en doen. Wat super frustrerend is. Maar goed, dat is zo. Ik hoop dat dat na de operatie beter is. En dat ik gewoon weer zelf voor mijn eigen kinderen kan zorgen zonder hulp. Maar goed, voor nu heb ik nog hulp nodig en is het geweldig dat mijn moeder dat doet. Het is vandaag super lekker weer en ik heb bedacht dat we zitten hier verder op een nieuw tentje, dat we daar misschien even heen kunnen. Want het mooie is, Eden is dan wel ziek, maar ze vinden naar buiten gaan echt heel fijn. Iets van, ik denk vanwege de koorts of zo, dat ze die frisse wind in haar haren echt heel fijn vindt. Dus we gaan lekker veel naar buiten, dat is voor Niels ook heel fijn, dus dat gaan wij doen. Dus ik neem jullie mee. Deze. Happy? Ook al voel je je dat niet helemaal. Happy? Ja. En? Lekker luipaardje. Vind je die mooi? Zo, hè. Wat wij trouwens nog niet verteld hadden, is dat Eden een beetje kan tijgeren. Zo schattig. Heb je een mooi t-shirtje aan? Dus ze gaat nu vooruit. Ik hoop dat ik dat deze vlog nog kan laten zien. Dat ze het ziek blijft, want nu wil ze niks, hè. Wil jij even iets in je haren doen, hè, lieverd? Wil je even iets in je haren doen? Lekker zitten. Oh, dit is de outfitje trouwens. Het broekje is nog een beetje groot, hè. Nou, niet de lengte is goed, maar zoals altijd de breedte. Staartjes in. Nou, even kijken hoe dat die mooi is. Wij zitten bij de pomp. En daar hebben ze ook een mooie dino staan. Die Niels natuurlijk geweldig vindt. We gaan even wat drinken in de zon. Heerlijk. Bij de zon maken.
Oh ja, dat zou goed. Ik ga naar de kasteel. Ja, dat is waar. Dat is het ook lekker. Ja, ik doe van de kat vandaag. Oh, is het de zon? Ja. Het is heerlijk weer. Het is fantastisch weer, maar ik heb dus gewoon niet gefilmd. Het is nu 4:15. Maar ik ben eigenlijk de hele tijd met Niels en zijn beste vriendinnetje op pad geweest. Eerst in de ene speeltuin, toen in de andere speeltuin. Met ook de vader van dat meisje. En toen nog naar hun huis en dan nog in het badje in de tuin. Dus het is één keer groot feest. Ja. Ga maar verder, ik ben benieuwd. Wat zei Kikker toen? Het is wel een beetje een ander verhaal geworden dan net. Wat zei Kikker? Het is inmiddels avond en de kids zijn op bed en wij gaan een film bekijken. Dus gaat iets mis met internet. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben op de sportschool. Ik heb even toch kort gesport. Nu heb ik me gedoucht en nu ga ik naar Aardbeen, want het trouwjurk was. Ik heb mijn fiets in de stalling gezet. En ik ben ruim op tijd. Ik heb alleen wel echt een mega tas bij me. Ik heb mijn sportschoenen bij, een handdoek en dat soort sportschoenen, weet je wel. En ik had ook een make-upje mee, want ik dacht, ja, we hebben daar een soort verwilderd gaan zitten van alles wat. Dus ik heb wel een helpenzak mee, dus ik dacht misschien iets in een kluisje leggen. Ik weet het niet, maar ik ben op tijd en iemand van mijn lesje zei net, hoe kan het dat jij er een paar minuten na de les zo uitziet? Dus dat is een compliment denk ik. Warm. Maar, het is lekker weer. Ik ben weer thuis. Was heel leuk, zal ik nog even vertellen zo. Maar nu snel de eten. Nu even nog snel het eten in de supermarkt geweest. Zometeen worden de boodschappen zorgen. Dat ik eerst haar een hapje geef. Maar ik had eigenlijk gerekend op eten met Niels. Dus ik had echt zo'n kindermaaltijd gedaan. Dat vind ik leuk. Maar goed, voor mezelf hoeft het niet per se. Dus ik heb gewoon lekker salade. Dat ga ik maken. En heb ik een zak babyvingers in haar hand. Dat klinkt heel twijfelachtig, maar dat zijn een soort maïschippies. Chippies. Koppie, wat ik zeg. Maar eet ze graag. Goed, ik ga haar even... Maar ze is niet nog steeds op de hip. Dus ik ga haar denk ik gewoon lekker een groentehapje geven en verder niet. Gaat nu een stukje achteruit, maar ze kan ook vooruit. Ja, ik ga eten voor jou maken. Deze truc laten we nog wel een keer zien. Oh ja, nou doe ik de camera weg en dan ga je. Oh, mijn haar zit ook goed hoor. Ja. Ik heb lekker een salade en een glas wijn. En dat heb ik wel verdiend, want het was echt een pittig begin van de avond. Elen heeft, even op de klok kijken, 1,5 uur gekrijsd. En echt gekrijsd, maar een beetje oldschool Elen. Ik heb van alles gedaan om dat stil te krijgen. Lukt allemaal niet. Nou, is het stil. Ik hoop dat het zo blijft. En nu ga ik eten. Ik heb honger. Ik heb mijn voeten even in een voetenbadje. Ga ik ze zo eens even zomaar klaarmaken. Zo, dat is voet 1. Alleen morgen nog even mijn nagels lakken. Maar eerst even dit laten intrekken. Goedemorgen deze morgen. Dit is een beetje mijn thema. Het hele is nog steeds niet helemaal lekker, denk ik. Nee, dat weet ik wel zeker. Maar ja. Laten we zeggen dat ik nog het een en ander op moet ruimen in haar kamertje ook van deze nacht. Maar ja, ze is gewoon niet lekker. Sorry, ik ben ondertussen. Ga ik haar een besje geven. Ga ik, ja, ze is dus ook een beetje zoeken de hele tijd. Want ik heb wel het idee dat ze honger heeft, maar alleen ze verdraagt niks. Dus
dat we dan, en ze moet natuurlijk sowieso vocht binnenkrijgen, dus ja. Dus wat ik dan maar doe is zeg maar minder schepjes voeding erin. Het is nu 8:30, maar in feite zijn we op vanaf 6:00, wat echt niet des eventjes. Maar we hebben nog wel geprobeerd, hè? We hebben geprobeerd te slapen, op allerlei manieren. Maar ja, ze heeft steeds de hele tijd eigenlijk kleine beetje zwingen gehad. Dus ik ga er nu toch een beetje weer proberen drinken te geven, hè? Moet wel vocht in. Ja, och, nou, ik ga het. Nou, inmiddels is een hele fles melk naar binnen. Maar dan met, het is echt zo'n rotzooi, maar ik heb gisteren alleen maar wasjes gedraaid, haar getroost. Dus ja, ik denk dat we straks nog even gaan opruimen of niet. Ik ga genagel een beetje in mijn yoghurt doen. Ja, ik moet wel opruimen, ik word heel rustig van. Ik heb het overigens gisteren opgeruimd tussen alle wassen door. Maar ja, ik vond toch ook dat ik mezelf op twee tellen zitten mocht gunnen. Raar. Wat wil ik doen? Yoghurt. Ja. Dus mijn paasontbijt is werkelijk waar subliem. Maar goed, ik hoop dat Niels en Sven niet al te veel ontbijten. Nu, ik begreep dat Niels al eitjes had gezocht. Ik hoop dat zij niet al te veel ontbijten nu. Zodat we straks lekker een soort paasbrunch kunnen doen. Ook niet te veel, want we hebben natuurlijk vanmiddag een barbecue. Ja, nou dan beetjes. Ik heb even gesport. En ja, dan denk je, je hebt een roes en zo. Maar als ik thuis sport, dan is het niet echt. Ja, het is een beetje zweten misschien. Maar het is vooral, zeg maar, ik doe nog wel spieroefeningen. Voor, zeg maar, om mijn buik een beetje. In het geheel trouwens, dat ik nu nog meer pijn krijg. En gewoon armen en benen. Dus het is gewoon. Ja. Het is niet geen cardio of zo, met een hol en ik weet het niet. En heel veel mag ik ook niet. Even een theetje maken met één hand. Ik ben een beetje in dilemma wat ik aandoe. Ik wil eigenlijk heel graag een jurkje aan. Maar als je dan bukt, dan zie iedereen je onderhoek. En wat doe je veel met kinderen? Bukken. Dus, ik weet het niet zo goed. Ik heb nu dit, maar ik kom er niet heel wild van. Ja, ik bedoel, alles kan, maar ik wil gewoon nog wel eigenlijk een jurkje aan. Maar ja, toen kinderen kunnen. Dan kan je natuurlijk helemaal zo bukken en zo. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Als je snel bukt, dan ziet de hele familie de bibs. Dus ik ben nog even een beetje tussen mijn shirtjes aan te kijken of ik daar iets vind. Maar ja, doe ik dan een lange broek aan of een korte broek? Sowieso. Vorig jaar was ik zwanger, dus ja, het zijn al van die dingen die ik, ja, vind ik het nog leuk. Zit het nog zo als ik op dacht dat het moest zitten? Komt er niet uit, komt er niet uit. Ik heb bedacht dat ik alvast een beetje aan de paasbrunch ga beginnen. Dus ik ga een schaal met fruit maken. Ik heb al eitjes gekookt en ik heb zo eierverf setje voor Niels, dus die ga ik ook klaarzetten. Zal ik vast op de tafel zetten. Pakken. This brings back memories. Duimpje omhoog als jij dit vroeger ook deed. Zo. Nou. Top 4, dat zet ik bij zijn tafel. Ik doe ze wel zonder schil, want Niels houdt niet van die schil en ik heb geen zin in discussie vandaag. Daar heb ik echt iets te weinig voor geslapen. Dus kan je me beter gewoon afhalen, heb ik geen gedoe. En dan doe ik wat banaan en blauwe bessen. Niet te veel, zeg maar, niet 16 soorten fruit, want we gaan natuurlijk nog barbecuen met veel eten. Maar ik vind het wel leuk om even wat te doen. Ik heb van die afbakbroodjes. Ik heb trouwens nog helemaal niet verteld hoe het jurkenpassen was. Nou, een van mijn vriendjes gaat trouwen. En ik was met, we waren met z'n vieren. Dus ze had haar zusje meegenomen en nog een ander vriendinnetje.
En het was dus in Nijmegen bij Wild at Heart. Super mooie trouwwinkel. Ze had al een beetje gekeken wat ze wilde en zo. Maar ja, een beetje met trouwjurk, je moet het toch echt aantrekken om te zien of het je staat. Het is toch gek zo'n eerste trouwjurk passen. Dus we zaten heel erg op een goed spoor. Maar ik denk ook niet dat zij het type is wat gaat huilen als ze de jurk heeft. Want ze is vrij rationeel. Dus ik denk dat ze daar vooral ook even over na moet denken. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het zou zomaar die eerste nog kunnen worden. Want hij stond er echt beeldschoon. Maar dat was wel... Ja, straks kijk ik er aanstaande. Dus ik kan er wel niet over zeggen. Maar dat was wel... Ja, het was een prachtige jurk. Maar dat was heel leuk. En daarna nog gezellig geluncht. Dus het was een leuk dagje Nijmegen. Sven belde net, of beter gezegd, Niels belde net dat hij in de auto zit. Dus dat betekent dat ze er over ongeveer een uur zijn. En je zit een banaantje te eten. Tenminste, ze probeert het heel goed. Ik ga maar niet de hele fruit op voor de maken. Dan nog een beetje. Ik heb de fruitsalade gemaakt. Dan gaan we naar buiten. Ik laat haar gewoon in haar pyjama tot vlak voordat we weggaan. Ik heb een heel leuk... Ze heeft een heel leuk jurkje, wat ik wel leuk vond voor Pasen. Het is namelijk geel met wit stippen. Wij zijn lekker aan de wandel. Elin wil de zonnebril nog niet echt op. Ik laat steeds in de felle zon zien zeg maar, wat het idee erachter is, maar dat snap ze nog niet. Maar het is echt fantastisch weer. Dat eentje. Ja, mooi hoor. Die heb ik voor Elin gemaakt. Wij zitten in de auto naar mijn nicht en de rest van de families. En Niels de ene is achterin. Nee, dus aan het zingen zoals je hoort. Dus is nu gewoon rustig aan het kijken, maar die was net ook politie aan het spelen of zoiets. En ja, we hebben er zin in. Zomerse outfit aan. Wat is het geworden? Ik kan het niet goed zien. Hij zit even lekker in de zonnestoel. Hij zit er van hier lekker in de tuin. Stond bekend in de bijen. Kijk. En deze lust je wel. Lekker, die vond je Niels. Lekker. We beginnen met eten wat lekker is. Ja. Die zijn lekker, hè, Niels? Ja. Het is gezellig hier. Oh, dit is trouwens mijn outfit. Het is een pakje. Ja. Tijd voor toetje. Deze voor de paasjurk aan. Zo, we zijn weer thuis. De kids liggen op bed. Ik heb hot. Even opruimen. En dan lekker zitten. Het was echt heel gezellig trouwens. En Niels en mijn soort van neefje. Het is zeg maar... Achterneefje heet het dan officieel. Maar mijn neefje. Die... en Niels, die kunnen echt heel leuk samen spelen. Ze hebben gewoon de hele avond of de hele middag en avond samen gespeeld. En Elin deed ook nog. Dus, ja. Ik heb al thee gezet trouwens, tenminste. Ik heb het water gekookt. Water op te gaan. Morgen. Wij zijn aan het fietsen. Wij zijn in de pluktuin. We gaan kijken of we iets leuks zien. Kijk dat. Ja. Goedemorgen trouwens, het is maandag, tweede paasdag. Ik zal zo even nog een klein introotje. Hallo. Ik ben mooi aan het trailborden, hè? Zeker, heel mooi met blauw en rood en roze. Dat heb ik allemaal gedaan. Ja, en je hebt het ook al zo mooi gekleid. Nogmaals, goedemorgen. We hadden dus eventjes een klein fietstochtje maken. Ik ben wel klaar. Mooi hoor, jochie. En nu ligt hij in bed. Want anders zaten we helemaal uit het schema. We proberen het toch weer een beetje terug in het schema te krijgen. En buiten is altijd stil. Vroeger trouwens wel anders. Vroeger kruisen ze ook buiten, maar dat is tegenwoordig niet meer. Heb je dit gedaan? Ja, dat is denk ik omdat hier al verf lag. Kijk, zie je? Maar ja, goed. Gisteren was het super gezellig. Maar
bij mij kwam alles eruit vannacht. Dus dat was wel heel fijn. Dus maar goed, ik voel me nu al weer oké. Okay. Nog niet helemaal, maar goed genoeg. Dus ja, ik weet niet wat het was. Maar het was niet fijn. Nou, verder is hier iedereen een chippy sherry. Dus misschien had ik gewoon bordgepest met die secure. Een pistool? Oké, okay, ben je van de politie? Nee. Oh. Ga zo naar buiten. Papa is bijna klaar, Elin is bijna wakker en dan gaan we. Kijk, alle spulletjes liggen al in de kar. Nee. Ik ga nu de broodjes erin doen, want we hebben mooie paashaasbroodjes. Hè? Ja. Kijk, we hebben paashaasbroodjes, dus die ga ik even erin doen. Hij zit hier lekker te picknicken. Kijk, die lekker zitten. Zo cute. Wij zijn de hele dag lekker buiten geweest. Ik heb niet zo heel veel gefilmd, maar het was echt, echt heerlijk. Het was natuurlijk fantastisch weer. Dus nee, dat was heel fijn. En ik heb net, ja, ik had zonneband zo, dus ik dacht, ik ga even lekker douchen. En ja, verder voelt het een beetje als een soort dubbele zondag nu. Dus nou, het is ongelooflijk, maar de kinderen die de hele nacht om 6:30 in, die is wel net wel wakker geweest. Maar Niels, die lag er. Die vroeg zelf, volgens mij om 7:00 of zo, 6:45, of hij naar bed mocht. Nou, hij is uiteindelijk volgens mij om 7:00, 6:45 erin gegaan. En hij had gevraagd of zij nog even bij me kon liggen, maar toen zij kwam lag hij al te tukken. Dus nou, de frisse buitenlucht heeft ze goed gedaan. Dus het was een heerlijk dagje. Een mooie afsluit van het paasweekend. Ik voel me gelukkig ook weer prima. Ja, ik weet niet, want dan was ik denk echt iets verkeerds gegeten, want het moest er gewoon uit. Het voelde aan alles. Maar Sven heeft nergens last van, Niels ook niet en mijn ouders ook niet. Dus ja, misschien net gewoon één stukje verkeersvlees. Zo, ja, dat heb je natuurlijk wel eens. Maar goed. Dat maakt niet uit. Het is eruit en ik voel me weer prima. Dus daar ben ik heel blij om. Persoonlijk. En dan morgen weer gewoon aan het werk. Een bakje thee zetten. En dan zie ik jullie heel graag volgend weekend weer bij een nieuwe vlog. En ik ga binnenkort echt weer even een update opnemen over de kids. Misschien heb ik dat ergens van de week nog wel proberen te doen, dus toch wat langer ligt. Maar dat laat ik jullie wel weten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ho, oh, oh, de hapje thee. Oh. Ik hoop in ieder geval dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En dat jullie zelf ook een fijne paas hebben gehad. En ik zie jullie heel graag volgende week. Doeg!